Nou, ik heb weer wat nieuws gekocht. Dit is wat het zou zijn. Camera, bird recognition, een in-app learning experience, een microfoon en een bird arrival notification. Maar wat is het dan? Het is de Bird Buddy. En wat is nou een Bird Buddy? Ga ik je laten zien. Nou, dit is hem dan dus, opgehangen en al wel. Mijn Bird Buddy. Het is dus een fantastisch apparaat, hartstikke leuk. Er zit een solar dakje op, dat die altijd opgeladen is. Er zit een bolletje op waar ik dadelijk appel in ga stoppen. Hier kan de vogel op landen. Dan kan hier een reservoir voor voer. En dan hier zit een camera die dan detecteert dat er een vogel is. En dan krijg je dus ook een soort van melding op je telefoon. En dan kijkt hij welke vogel het is. Dat klopt niet altijd, geloof ik. Maar goed, en dan kan je kijken welke vogel dat is. Dus we gaan hem eerst eens even vullen. Nou, in die bol heb ik appel gedaan. Je kan er ook vetbollen in doen. Dat is iets wat je er los bij kan kopen. En die schroef je dan hier op dat landingsplaatsje. Zo. Nou, dan kunnen ze daarvan eten. En aan de achterkant, als je dit dan open doet. En hier kan je de draadjes zien lopen wat loopt van de zonnepanelen naar de camera. Dus dat die altijd op is geladen. En je kan hem hier vullen. Een handig schenkbekertje bij. Nou, dit is niet vol nog, maar goed. Nog een beetje. Hier gooien. Klepje weer dicht. En het leuke is dat er dus een soort community is. En die community die is internationaal. Dus ik krijg ook allerlei coole filmpjes, kan ik zien. In Amerika en kolibries en hele mooie, spannende, gekleurde vogels. Dus nou, ik ben een beetje benieuwd wat mijn Bird Buddy zal opleveren aan exotische dieren. Ik denk niet zoveel. Maar je krijgt ze dan op je telefoon en die kan je downloaden. En ik zal er een paar in deze video plakken. Nou kijk, daar zat er eentje net bij het huisje. En dat was dus gefilmd. En dat ziet er dan als volgt uit. Nou, hoe ziet dat er dan uit op je telefoon? Nou, hier bovenaan in dat balkje kan je zien het logootje van de Bird Buddy. En daar staat Look Who's Here. En dan kom je in de Bird Buddy app. Nou, 1 minuut geleden zie je hier, en 43 minuten geleden ook, maar 1 minuut geleden is er dus bezoek geweest. En dan kan je klikken. En dan staan er wat suggesties. Nou, het is een kou. Veel meer hebben we nog niet gehad. En dan is er blijkbaar ook een video gemaakt. Nou, dan laat je het meteen zien. Dan kan je goed zien hoe kwaliteit van die camera is. Is eigenlijk hartstikke goed. Als je denkt, nou, dit vind ik echt wel een leuke video, dan zeg je ja, video opslaan. En dan heeft hij ook een paar screenshotjes gehouden. Je hebt 2 foto's, kies welke je wil houden. Nou, is deze leuk? Nou, niet per se. Nou, deze vind ik wel grappig, dus dan houden we die. En dan kan ik ze opslaan. En dan kan ik naar de galerij. En de galerij zijn alle kouwen die ik heb. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik heb. Dus dit is wat er in mijn vogelvoerhuisje allemaal is gekomen de afgelopen dagen. Dus dat zijn er een heleboel. En die kan ik dus ook bekijken. En als ik zeg, nou, dit lijkt me een leuke video van daarnet. Dan kan ik hem downloaden. Kan ik hem dus in zo'n video zetten die ik nu aan het maken ben. Dus dat is wel grappig. Nou, wat heb je nou nog meer? Je kan ook leren over de kou. Dus dit is de galerij. Je kan dan kijken informatie over mij. Superbrein, ik ben echt heel slim. Ze zijn monogaam en ze kunnen heel veel problemen oplossen. Slimme beesten. En dan staat hier ook nog een heel verhaal over. Nou, ik heb inmiddels 30 kouwen gehad. Hier kan je zien wat ze eten en hoe groot ze zijn en hoe zwaar ze zijn. En als je wil weten hoe ze klinken, dan heb je ook nog hier een knopje.
klinken dus kouwen. Je kan zien waar ze voorkomen. En je kan weer terug naar de galerij. Je kan ook naar het overzicht. Want wat ook heel leuk is, is dat je kan hulp krijgen, hulp geven eigenlijk bij vogelsoorten die ze niet kennen. En die niet herkend zijn. Die weet ik dus niet. Geen idee. Maar wat ook heel leuk is, is dat je video's kan kijken uit andere landen. Bijvoorbeeld, dit is Santa Barbara, United States. Nou, super lachen. Mooie vinkjes. Kijk, zie je allemaal verschillende kleurtjes. Ook United States. St. Louis. Wat je hier ook ziet is een soort ander landingsplaatsje dat ik heb. Die heb ik besteld. Dus als ik die hier binnenkomt, dan zet ik hem erop. Allemaal mooie vogeltjes. Kijk hier, met sneeuw. New Ipswich. Mooi, vogeltjes. Sommige zie je wiebelen, die hangen aan een touwtje. Ik heb zo'n muurbevestiging gekocht. Daarbij. Hier, kijk. In Engeland. Dus je ziet het, iedereen die zo'n ding heeft. En mijne staan er natuurlijk ook tussen. Dus dat is wel heel grappig. En je ziet echt vogels waarvan je denkt, oh, die wil ik ook. Nou, terug. Dit is wat ik allemaal binnen heb gekregen. Nou, dat kan niet sorteren op vogel. Dat is natuurlijk onzin. Want ik heb helemaal geen eekhoorn binnen gekregen. Ik heb ook geen ekster. Ik heb allemaal kouwen, maar die zijn dan verkeerd bedacht hoe ze heten. En je kan naar de instellingen en je ziet dat die op dit moment aan het opladen is. De zon schijnt 32% en je kan er allerlei dingen in elkaar instellen eigenlijk. Hoe je hem in elkaar kan zetten staat erbij. Klantenservice, supergoed geregeld allemaal. En je hoeft dus niet te delen met de rest van de community en de wereld. Dus dat is wel heel cool. Want ja, je ziet natuurlijk wel waar iemand woont en hoe het eruit ziet. Dus nou, dit is een beetje hoe het eruit ziet. Dus ik ga maar eens gauw kijken hoe die filmpjes eruit zien.